Hey mensen! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Deze hele week hebben we speciale kerstchallenges met speciale gasten. En vandaag niemand minder dan Onnedy! Hey! Dat ging echt heel lang door. Hey, leuk dat je er bent. Zeker. Ik ben heel blij dat je bent aangeschoven aan deze tafel. Ik ook. Er zijn al enorm veel gekke dingen gebeurd aan deze tafel. Dus als je nog haren ziet liggen of stukjes eten. Goed, we hebben weer een gouden envelop op deze tafel liggen. Yes. En daarin staat welke challenge wij gaan uitvoeren vandaag. Ik ga hem openmaken en ik heb een speciaal dingetje deze week. Oh wauw, wat een mooie kaart. Dit is echt mooi. Hij is 3D. Ja, want dit is high budget video making, hè, wat we hier doen. Echt mooi. Ja, het is ook echt goud. Net zoals deze envelop. Het ruikt gek. Het lijkt alsof hij in de fik heeft gestaan. Maar, jij bent een vrouw, toch? Dat zegt ze. Top. Ik vind altijd dat vrouwen heel goed kunnen voorlezen. Dus ik laat jou heel graag deze challenge voorlezen. Nou, dan moet je mij net hebben. Ja, oh, kun je dat niet? Oké, ik ben benieuwd. Nee, dan ga je erop letten. Dat vind ik niet leuk. Ja, je mag geen fout maken, anders verlies je de challenge per direct. Beste Dylan en Dionne. Nee, dat zijn wij. Tijdens kerst krijgen veel mensen ook cadeautjes. Voor jullie vandaag de taak om de juiste cadeaus te vinden binnen de tijd. Jullie krijgen straks allebei een zak vol met kerstcadeaus. Oh my god! Yes! Dat is leuk. De cadeaus zijn alleen allemaal ingepakt. Jullie krijgen straks een cadeau te horen en moeten ervoor zorgen dat jullie binnen 5 seconden op gevoel het juiste cadeau uit de zak halen. Dat is pittig. Dat is pittig. Aan het einde van de challenge mogen jullie de cadeaus uitpakken en zullen we zien wie de meeste cadeaus goed heeft en een echte specialist is op het gebied van kerstcadeaus. Oh, damn girl! Nou, ik weet al wie er gaat winnen. Oh? Nou joh, ik pak elke week wat nieuws uit. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dus als ik dit niet win, dan ben ik echt een loser. Maar ben jij ook zo iemand die, zeg maar, als jij cadeautjes krijgt, of vroeger toen je cadeautjes kreeg, dat je al zo stiekem ging voelen, zo van, wat zou hierin zitten? Ja, zeker. Ja, ben jij zo iemand? Ja, het moest zo groot mogelijk zijn. Maakt het niet uit of dit dan duurder was. Zo groot, dat was beter. Ja, dat is altijd, hè? Dat zie je echt bij kids. Dat hoe groter, hoe beter. Ja. Dus eigenlijk moet je gewoon een hele grote doos inpakken. En dan gewoon een klein cadeautje. Gewoon een zak zout erin. Ja, zout. Laten we beginnen met de challenge. Oh, kijk dit. Oh, die zakken. Die zijn leuk. Zo, dit zijn... Hij heeft zelfs beentjes. Dit is echt cute. Hey. Zieke high kick. Goed. Ik ben wel benieuwd. Wij gaan nu dus gewoon heel snel moeten grabbelen in deze zak. Maar dat mogen we niet eerst kijken hoe het eruit. Absoluut niet. Nee, we moeten grabbelen. Mijn hand past niet eens in het gat. Oh, zo, ja. Oh, je moet voelen, dus we mogen niet... Hey! Nog niet jij. Je bent gewoon al aan het vals spelen waar ik bij ben. Jij dan? Jij zit er ook... Ik doe helemaal niks. Oké, ik deed ook. Maar ik deed het echt verhogelijk. Sorry. Nee, oké. Wat we gaan doen. We krijgen volgens mij een omroep. En dan moeten wij dus binnen 5 seconden een cadeau pakken. Je mag dan ook niet meer omroepen. 5 seconden? Ja, dat is echt kort. En we moeten hem goed op de volgorde leggen. Dus we leggen zo tak, 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 tak. En dan gaan we daarna kijken wie de meeste cadeautjes goed heeft gegrabbeld. Oké. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Oké. Kom maar door, Lisanne. Nummer 1. Oh my god! Oh, dat ging helemaal goed! Ik denk dat we allebei de goeie hebben. Oké. Het moet wel. 5 seconden is heel kort. Daar komt hij weer. Nummer 2! Nee! Nee! Wat is dat? Ja, geen kerstbal denk ik zo. Nee. Oh nee. Oké. Nummer 3! Ja, nee. Kerstsokken? Nou, nee, dat zou zomaar eens kunnen. Hoe goed ben jij hierin? Even serieus. Ja, ik had dit als kerstbal. Ja, dat is net een kurk. Oh, ik weet wel wat dat is, denk ik. Ja, deze hebben we sowieso goed. Dat kan niet. Ja, dat kan niet anders. Kan niet anders. Of het is een paraplu. Hij is alleen maar kapot, niet van mij. Of het is een... Heb je hem gesloopt? Misschien is het wel een flamingo. Dat kan het ook zijn, maar dat heeft niks met kerst te maken. Nee. Oké. Misschien zit er wel vol cadeautjes. Hey, mijn hand zit hier. Oké. Er zitten geen cadeautjes. Oké. Oh, ik raakte ze wel eraan. Ja. Nummer 4. Ja. Ja, daar ging jij natuurlijk de mist in. Ja, ik ging naar de mist in. Ik heb deze maar gepakt, omdat ik weet dat die niet meer komt. Dus dit is een tactische keuze. Ja, dat wel. Dan kan je tenminste nu misschien nog iets goed hebben. Dan gaan we. Op volgorde natuurlijk. Ja, nee, je mag hem ook helemaal totaal verkeerd leggen. Ja, dat dacht ik al. Nummer 5. Hey, dit is sowieso hetzelfde. Ik vind dat we het best aardig doen. Ik vind het ook. Vooral jij. Volgens mij 5 seconden. Ik heb tot nu toe nog geen fout, denk ik. Denk je? Ja, je weet het niet.
Oké, daar komt hij. En nummer 6. Kak! Ik weet het niet. Hé, hey, hé, hey, ik zie het! Ik denk dat ik iets zie gebeuren! Ik ook! Ja! Maar we weten... Oh my god, zou dit dan de sokken zijn? Ik zie je. Ik ben zo benieuwd. Ik heb ook iets fout. Oké, oké. Okay. Nou, dan gaan we door. En met de laatste moeten jullie raden wat erin zit. Oh. Oké. Okay. Ja? Kerstsokken. Dit is een haarband. De muts dan. De haarband. Wat voor haarband? Zo'n haarband. Ja, je moet precies zeggen wat voor een haarband. Een kersthaarband. Ja, dat is een goed antwoord. Met van die dingen erop. Oké, oké. Dat voel ik. Dan gaan we nu deze als eerste uitpakken. Dan gaan we kijken of we de volgorde goed hebben gepakt. Ik ben heel benieuwd. Oké, daar gaan we. Jawel, jawel. Oh, die zijn leuk, man. Oh. Kijk hoe cute. Wat een schattige voetjes. Nou, kijk. Oh, deze heeft sowieso geluid. Oh nee, licht. Oh, dat is ook leuk. Ja, heel, heel leuk. Ik vind het mooi. Ja, ik vind dat je hem op moet houden ook. Ik ook. Top. Nou, dit betekent dat we dus allebei sowieso 100 points hebben. Fijn. Dus dat is fijn. Maar nu is het moment van de waarheid daar. De eerste die we hadden was de zuurstok. We gaan hem uitpakken, dames en heren. Wat zal het zijn? Hey! Jawel, jawel. Voor mij is wel een beetje geknakt. Oh, oei. Ja, dat kan wel eens gebeuren. Ik heb een hele... Het ziet er heel raar uit. Oh, nee, wacht. Nee. Voor mij gaat dat kapot. Die van mij is al kapot. Dus mag ik hem mee naar huis nemen? Jij mag hem van mij zeker mee naar huis nemen. Daar heb ik wat lekkers voor in de trein. Zit je zo? We hebben nu 2 punten. Hij is wel heel slap. Wil je deze mee naar huis nemen? Heb je een hele? Nee, maar deze al stukjes. Dat kan ik opeten. Dat is wel slim. Oké, okay, de tweede was een kerstbal. Ja, wat zou dat nou wezen? Ja, dit zal toch wel... dit is... ja, ik denk dat ik het wel een beetje kan raden. Oeh. Ja, ik heb een kerstbal. Nee, ik wil hem niet vals spelen. Dit is de goede kerstbal. Oh, ja. Ik doe hem in een boom. Mooi? Dat is heel mooi, maar niet mooi voor mij, want dit betekent dus... Dat jij al 2 fouten hebt, automatisch. Want deze heb je dan ook fout. De sneeuwbol. Oh ja, dat betekent het inderdaad. 1 fout betekent gelijk 2 fout. Oh man, maar nu, hè? Laten we even bij... Hoe gaat het fout? 3-2. De volgende was... Ja, deze vind ik spannend. Wat sokken. Ah nee, dat heb ik niet goed. Ja, maar ik... Dus, oh nee. Jij ook niet. Nee, ik ook niet. Jij hebt een diadeem. Oh, ik heb een diadeem. Een diadeem. Ik heb de kerstmuts. Nou, dat is op zich wel leuk voor mij. Want dan heb jij in ieder geval een fout. Oh, nieuwe. Mij is afgevallen. Kunnen die lichtjes aan? Ik wil ze aan. Oh ja, wacht. Dan moet je deze batterij weg. Ja. Hij doet het. Is het mooi? Mijn flash lukte niet. Nee, die lukte niet. Wow, c'est très très magnifique. Wacht, ik moet ook even lichtjes, want dat kan blijkbaar. Press hier. Ja. Oh, nice. Hé, ik wil niet veel zeggen, maar je staat met 1 puntje voor. 3-2. Oh god. 3-2. De volgende was... Sneeuwbal. En dat kunnen we al raden wat hier gaat gebeuren. Oh, maar hoe snel jij die ook pakte? Hoe doe je dat? Even serieus. Nee, ik heb gewoon... This is your secret skill. Ja. Blijkbaar heb ik gewoon borgen talenten. Kijk, wat leuk. Ja. Het was een kerstbal. Hey, doei hè. Was gezellig. Oh nee, dit betekent gewoon dat het 4-2 is. En dan wordt voor mij de kansen worden steeds kleiner en kleiner om te winnen. Ja, ik heb ook wel een fout. Ja, dat wel. Maar ik... De volgende was... Kerstboom. Ja. Yeah. Oh, maar die heb jij ook goed. Jij ook. Ja, maar ja. Ja, ook. Hij is opgewaaid. Hij heeft een zware sneeuwstorm gehad, deze jongen. Wel leuk, hè? Mooi. Kijk, die van mij is wel mooi recht, dus in principe vind ik dat ik een nee, hallo, zie je jouw toppie? Die is helemaal scheef. Ja, dat heb jij nu gedaan. Nee, nu staat die rechter dan net. Dat is echt een zielige kerstman. Hij is een beetje chagrijnig. Ja, alsof hij zo weg was. Nee, ik wil niet meer. Ik heb geen zin in kerst. Of zo. Hey, weet iemand waar de kerstschuur is? Ja, dan moet je die kant op. Nee, maar echt ja, heel leuk. Goed. Hé, hey, maar weet je waar ik niet blij van word? Nou? Het feit dat het nu 5-3. En er is er maar 1 ding over. Wat was de laatste? Oh, de kerstmuts! De kerstmuts, en die heb ik fout. Oh! Oh, rustig. En weet je wat dat betekent? Dat ik waarschijnlijk een puntje krijg. Of je zit ineens iets heel geks in. Maar dat lijkt me niet. Leuk, leuk. Deze vind ik zo cool. En... Oh my god! Vet leuk. Ik zet de lampjes aan. Oh, die voor jou zijn kapot. Dit betekent dat de eindstand van deze geweldige challenge 5 voor Dionne en 4 voor Dylan is. Applausje voor Dionne! Ik weet niet wat het is, maar volgens mij heb ik letterlijk alle challenges verloren vandaag. Echt?
Even, ik bedoel, deze week. Ja, want we nemen het niet in één keer achter elkaar op, hoor. Nee. Tuurlijk niet. Oh, maar wat baal ik daarvan, zeg. Super jammer. Weet je wat je wint? Nou, dat is hartstikke leuk. Maar hé, je kan met een kartonnen doos ook heel veel. Misschien kun je er wel iets in doen. Ja, je hebt een hond, die kun je erin stoppen. Nou, die is veel groter. Ik wil een echte. Nee, grapje. We hebben natuurlijk een prachtig cadeautje voor de winnaar. Nee, ze doen. Nee, hetgene wat je blij. Hetgene wat je wint is een geweldige handdruk en natuurlijk een staaf die kapot is. Gefeliciteerd, Dion. Dankjewel. Gefeliciteerd, je hebt het heel erg goed gedaan. Dames en heren, vonden jullie deze video nou leuk? Klik dan natuurlijk even op het duimpje omhoog. Ga ook even naar het kanaal van Dion en abonneer erop. Serieus, dat moet, want dan is je kerst echt per direct heel erg leuk. Sowieso, want ja, dat... Heb jij nog een kerstboodschap? Nee, ja, gewoon, weet ik veel. Veel vreten. Ja, weet je, kerst is toch wel gezellig, maar ik weet niet. Iedereen heeft hier echt de mooiste boodschap ooit geteld. Nee, nee, dat valt eigenlijk wel. Oh, dat wou ik zeggen. Nee, maar ik vind jouw boodschap heel erg mooi, dames en heren. Gewoon lekker vreten. Veel vreten. Het is kerst. En wil je op de hoogte blijven van de video's op dit kanaal? Klik dan natuurlijk ook op abonneren. Deze hele week, iedere dag kerstchallenges. Totdat het kerst is. Dus hopelijk tot morgen weer. Tot de volgende keer. Later! Yeah.